Is Rijkswaterstaat op het Rottepolderplein tussen Haarlem en Amsterdam begonnen met de zogenaamde ritsproef. Automobilisten die de snelweg op willen moeten ritsen en dit gedoseerd doen, om en om dus. Rijkswaterstaat en de politie in Driebergen willen dat automobilisten de invoegstrook volledig gebruiken. Op die manier verloopt de doorstroming van het verkeer beter. Rijdt ook niet door, hè? Zo voor een minuut staat dit weer helemaal vast. En daarom is het een fata manjana dat we het fileprobleem in Nederland ooit helemaal zullen kunnen oplossen. Maar de proef die we hier nemen met het kabelen, het kabelrijden, die bewijst nu al dat de file, als iedereen kabelt, gehalveerd kan worden. Het carpoolen is een afgeschreven hoofdstuk. Je krijgt de Nederlanders niet bij elkaar in de auto. Ze willen niet drie verschillende aftershave luchtjes om zich heen hebben, zal ik maar zeggen. Dus de Nederlander wil aan het stuur van zijn eigen wagen blijven zitten. En het grote voordeel is, dat kan met het kabelen. Met het kabelrijden, dan kan dat. Commissaris, hoe gaat dat kabelen in zijn werk? Bij het kabelen trekt men of men wordt getrokken. Dus daar valt ook van tevoren een bepaalde vergoeding voor af te spreken. Dus de partij die getrokken wordt, betaalt de trekkende partij een bepaalde vergoeding. Omdat natuurlijk benzine wordt bespaard. De ene dag trekt de een de ander, de volgende dag trekt de ander de een of de ander trekt weer een hele ander. Men trekt elkaar gewoon. En het grote voordeel is dat hoe meer er gekabeld wordt, hoe minder het milieu wordt belast, omdat die motors niet draaien. Ja? Goed. Daar zijn dus geen dure campagnes voor nodig. Voorlichting, Veilig Verkeer Nederland, geen vignetten op de achteruit, geen dure brochures van Postbus 51. Wie wil kabelen? Ik doe oproep graag nu hier, als dat kan. Ja? Wie wil kabelen? Wie wil meedoen met het kabelrijden? Die legt eenvoudig op de hoedenplank achter de achteruit een kabel. En de achterligger die ziet, hé, daar wil iemand kabelen. Even toeteren. Bij een tankstation, vluchthaven, aan elkaar haken en men rijdt dubbel zo efficiënt verder. Dat is kabelen. Maar commissaris, kan men bij het kabelen wel blijven ritsen? Men kan bij het kabelen blijven ritsen. We spreken dan van het kabelritsen. U weet dat er in het begin van de vorige week een ritsproef is gedaan, die is spaak gelopen. En bij het kabelen gaat het ritsen twee keer zo snel. Omdat men niet één voor één met de wagens inschuift van de invoegstrook op de hoofdweg, maar twee aan twee door de kabels. Dus de files zijn ook twee keer zo kort bij het kabelrit, na het kabelrit. Ik dacht toch, met kabelen blijft de file toch even lang? Nou, volgens mij niet. Het gaat natuurlijk twee keer zo snel als je twee aan twee invoegt, dan één voor één. Dacht ik toch. Maar ja. Nou ja, daar zie je dus weer het probleem met al die anti-file maatregelen. Om te weten of ze echt werken, zou je dus een paar kilometer gewoon lege weg moeten hebben in Nederland. Dan kun je zeggen, oké, het werkt of niet. Maar ja, dat is er dus niet meer. Maar volgens mij is het niet.